De titel van mijn column is Trots. Zat ik afgelopen week niets vermoedend naar een interview te kijken met Halima Nakai uit Oeganda, winnares van de 800 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha, hoor ik haar ineens zeggen dat ze erg trots op Nijmegen is. Pats, boem, of het niks was. Vanuit Doha, een Oegandese liefdesverklaring voor Nijmegen. Rechtstreeks op de Nederlandse televisie. Zo'n exotische liefdesverklaring krijgt een gemeentelijke marketingstratege in zijn stoutste dromen nog niet verzonnen. Haar liefdesverklaring kwam even spontaan als eerlijk over. Halima trainde de laatste drie maanden in de bossen rondom Nijmegen. Daar lag de basis voor haar gouden medaille. Ze verklaarde snel terug te komen naar Nijmegen. Een feestelijke overhandiging van een beeldje van Marieke in het stadhuis is toch het minste wat de gemeente zou kunnen doen. Er was afgelopen week nog iemand hartstikke trots. Een van de initiatiefnemers van de actiegroep West Wil Groene Buffer werd overvallen door een gevoel van trots omdat ze diffractoren zag liggen naast de energieweg. Ik was even compleet van de wap toen ik deze kop boven het krantenartikel las. Trots op diffractoren, wat nu weer. Verder lezend begreep ik dat diffractoren geribbelde stenen zijn die als een soort goot langs een deel van de energieweg zijn gelegd. Het verkeerslawaai gaat zo omhoog en niet naar de zijkant. Daardoor zijn er geen hoge geluidsschermen nodig, terwijl de geluidsoverlast in West toch afneemt. Ik ben geen Willy Wortel. Mijn vrouw verzucht wel eens tegen vrienden. Ik zou willen dat Vincent wat technischer was en wat minder lulde. Dat zou wel handig zijn. Het is niet anders. Ik snap er dus geen hout van hoe geribbelde stenen ervoor zorgen dat geluid omhoog gaat. Hetzelfde heb ik bij afzuigsystemen in moderne keukens. Die zuigen de etenscheuren naar beneden in plaats van naar boven. Hoe het werkt, weet ik niet, maar het werkt. Net als diffractoren. De altijd kritische actiegroep in West is er trots op. Meer heeft Harriet Tumens niet nodig. Maar de positieve koek is nog niet op. Afgelopen woensdag presenteerde de achtjarige Benjamin Dondorp uit het waterkwartier in het stadhuis aan raadsleden een oplossing om eenzame ouderen uit hun isolement te halen: zwaaistenen. Dat zijn stoeptegels voor het huis van een eenzame bejaarde waarop een zwaaiende hand is geschilderd. Voorbijgangers die zo'n zwaaisteen zien liggen, weten dan dat er iemand woont die het fijn vindt dat er gezwaaid wordt. Volgens Benjamin is het heel simpel. Zo ontstaat contact, want zo'n oudere denkt dan: yes, ik werd ook een keer gezien. Raadsleden wisten niet wat ze meemaakten. Eens een keer geen genuil. Geen gezeik of geklaag, maar een achtjarig joch dat met een positief idee kwam om de samenleving wat plezieriger te maken. Benjamin had op het jeugdjournaal gezien dat er in Zwolle al zwaarstenen liggen. Dat is iets voor Nijmegen, zei hij. Ambtenaren doen precies hetzelfde. Diffractoren liggen namelijk al langer in Hummelo. Benjamin verdient minimaal een eervolle vermelding bij de verkiezing voor de Nijmegenaar van het jaar. Daarmee aantonend dat Nijmegen trots is op hem.